We zijn weer in Den Haag vanwege Dirk Kuyt en ADO, want dat gaat niet echt lekker. En de vorige keer had Dirk Kuyt teksten die de gemiddelde Hagenees niet begrijpt. Inmiddels hebben de Hagenezen teksten die Dirk Kuyt blijkbaar niet begrijpt. En als je een mening wil hebben in Den Haag, dan ga je naar Leo's Koffiehuis. Toch, Leo? Ja, dat is altijd welkom, toch? Nog een laatste witte was. Dan kijken we even naar Dirk's reacties na afloop. Nu begon hij eigenlijk de schuld te geven aan de Hagen, aan de supporters. Die hadden positievere liedjes moeten zingen. Ja, kijk, dat is natuurlijk gek. Heel Nederland lacht je uit. Kijk maar op die social media. Heel Nederland lacht je uit. Als ADO Feyenoord was Dirk Kuyt altijd lul. Werd altijd gezongen dat hij in zijn kont werd geneukt en alles. Dirk is een gevoelsmeis en die hoort niet thuis in Den Haag. Hij wil meer positiviteit, dat snap ik ook wel. Dan moet hij zorgen dat ze gaan ballen. Dat er iets positiefs te zien is. Ja, wie zien nog zes wedstrijd putvoetbal? Mogen we dan wat zeggen? Nou, ze zijn even met, wat ik begreep, even op gesprek geweest. We hebben ze even staan praten. Ik vind dat ze wel verhaal mogen halen. Ik weet niet waar hij moeilijk over doet. Twee supporters hadden het K-woord tegen hem gebruikt. En toen zei hij, ja, mijn vader is dan overleden. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik ben mijn vader ook aan kwijtgeraakt aan die ziekte. Maar dat is haars. Maar daar zegt hij, ja, ik wil met die mensen in gesprek. Wat wil hij dan? Wil hij alle supporters die het K-woord gebruiken van de tribune aframmen of zo dan? Hij denkt geloof dat die Conan de Barbaar is. Ik weet hoe ze zijn. En je weet, als je in Den Haag, als het goed gaat, dan ga je de schouders op. En gaat het slecht, dan staan ze bij je aan de deur. Ik ben het vertrouwen in Dirk kwijt. Ik ken een heel aardige ventwezen. En ze lopen te hoeren over dat hij met zijn boot tokt. Ja, hij kent hem niet meer terug van vroeger. Dirk Heilwegen noem ik hem altijd. Ik heb me niet verrotten van mij. Dat ze zeggen, ombouwen het gaat. Of het worden transgender, maakt mij niet uit. Ik spreek van de week toevallig eentje van de selectie boven. Die wilde er niet op ingaan, nou, dat weet ik al genoeg. Die witte zakdoekjesactie voor de wedstrijd, dat keur ik af. Ja, die van mij zijn inmiddels geel. Ja, ik heb het gezien, maar het is toch logisch? Ik heb een wassel, ik heb zatsevetten. Ja. Zatsevetten om te zwaaien. Je ziet gewoon dat hij niet presteert. Die man hoort hier niet thuis. Je moet ze voor de volgende thuiswedstrijd weer schoon hebben, denk ik. Nou ja, dat zeker. Want ik denk dat die supporters toch wel nodig hebben. Dat ze zo moeten gaan zwaaien, denk ik. Misschien dat hij dan gaat inzien van, jongens, ik doe iets verkeerd. Nog een laatste